Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza boven Nederland ligt een front, niet zo heel goed op de satellietfoto te zien, maar de wolken liggen dwars over ons land, van de Wadden tot aan Breda. En die wolken trekken verder naar het oosten, met regen erbij, en daarachter klaart het dan vrij snel op, wordt het droog in de loop van de ochtend met de zon erbij, stevige wind die dan uit het westen waait, vrij krachtig langs de kust, ook vanmiddag, met in het uh, noorden en misschien ook in het oosten nog een enkele bui, maar verder overwegend droog weer met de zon. 16 tot 18 graden wordt het vanmiddag, temperatuur valt misschien wel tegen. Vanavond daalt het kwik naar een graad of 14. Een bui in het noorden blijft mogelijk. Verder is het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Dan gaan we naar morgen en dan zien we in eerste instantie wat zon. Op veel plaatsen blijft het lange tijd droog, maar laat op de dag, in de namiddag en avond, neemt de kans op een bui toch wel toe. Vooral in het noordwesten van het land. 17 tot 19 graden en een matig tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Zondag dan vooral in het noorden nog kans op een bui, en de rest van het land overwegend droog weer met af en toe zon, en de hoogste temperaturen in het zuiden. Na het weekeinde heeft neerslag weinig kans, doen we het met temperaturen tussen de 20 en 24 graden gemiddeld en schijnt de zon af en toe. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.